Hey, goedemorgen mensen. Goedemorgen. Leuk dat jullie er zijn. Ja, wij zijn al even op pad. We zijn om 6:15 gaan rijden. We zijn richting Vilsalm, België. En doen we elk jaar. En dat, we gaan nu ook op pad. Dus, maar wij vinden het gewoon leuk dat jullie weer zijn. En ik vind het ook leuk dat mijn collega's weer meekijken. Want die houden ook alles in de gaten, heb ik in de gaten. Nou, en dat mag hoor, dat wordt gewaardeerd. Maar moet je eens kijken mensen, er staat een hele leuke snoek. Met een dakkoffer. Ik vind het wel heel leuk verzonnen daar. Ik denk dat schoonmoeders mee is, die zit op het dak. Maar het is een hele oude snoek met een hele moderne dakkoffer erin. Ja, maar het past ook wel weer bij ja, die auto. Ja, het past ook wel weer bij die auto. Dat is wel leuk gedaan. Ik denk dat die 1 op, dan zal het ding lopen, 1 op 10 of zo. Dat is een suikerding. Ja, het is 47JA83. Dus ik heb geen idee wat het bouwjaar is van dat ding. Maar die zal wel wat brandstof gebruiken. Maar ja, echt heel leuk om te zien. Dus nou, we hebben even koffiepauze, want het, na 2,5 uur rijden vond ik het goed. Nou, ik denk dat Jolanda bij de grens wel overneemt. Dan zie ik ook eens een keer wat van België. Dat, en dan heb ik het ook wel weer gehad hoor. Na Luik. Als we... Ja, na Luik. Want anders gaat we. Nou, dan ga ik ook feit. Dan ga ik dat ik daar ook fout ga bij Luik. Dat is altijd al. Dus, nee, we hebben nou even een nieuwe set mee. We hebben de GoPro even een nieuw huisje gedouwd. In zo'n aluminiumbehuizing. En daar kunnen we wat microfoon en accessoires op zetten. Er zit ook een lampje bij nu. En hij is wel een stukje zwaarder geworden. Maar goed, dat maakt ons niet uit. En nou zijn we wel even op zoek naar een nieuwe microfoon. Want deze grote tackle die bovenop zit, die grote bal, ja, dat is wel erg een poedel. Nou, die heb ik al een beetje geschoren, want die werd wel erg groot. Die haren kwamen voor het beeld, dus dat was ook niet echt goed. Maar goed, dat is allemaal luxe. En nou, het komt helemaal goed, die microfoon. Ik moet even sparen, want die zijn best wel geld, best wel prijzig vind ik. Dus, maar wij gaan even de koffie opdrinken en dan gaan we weer een stukje rijden. We gaan richting de Ardennen. Dus er ligt geen sneeuw helaas, dat helaas, is jammer. Het is te warm. Het is te warm, daar hadden we wel op gehoopt. Want ik vind altijd sneeuw leuk in het weekend als het maandag maar weer weg is. als we dus, moeten rijden, ja. Weg. Maar goed, wij gaan even erin. Ze zitten trouwens met 4 man in die auto. En denk, nou, ja, ja, 4 man. Zo. Ik weet ja, dat, ja, het ziet er keurig uit. Dat moet ik eerlijk zeggen. Hij is keurig gerestaureerd, want er zit geen roespadje op. Ja, ik weet niet wat onder die lak zit natuurlijk, maar het zou leuk zijn. Hé, maar jongens, mensen, we gaan nu dan weer rijden. Leuk dat jullie er zijn. En wordt vervolgd. Duimpjes worden altijd gewaardeerd, hè, jongens. En abonneren kan ook altijd, hoeft niet, mag wel. En het is gratis. En het is gratis. En dat is nog het enige wat gratis in Nederland is. Dus, oh, jullie zitten ook aan de koffie, zie ik. Dus, nou, wij gaan even door. Zo, mensen, even gestopt. Even de benen strekken, we kregen een beetje kramp. Nou, we zitten in de Ardennen. Nou, het is niet helemaal het weer wat we verwacht hadden. Jolanda zit ook lekker in de auto. Die is even voor Instagram even aan het wat erin neerzetten. Er was een boerenprotest daar ook. En ik moet eerlijk zeggen dat ze dus wel door mochten rijden van de Wouter, van de Oma Gent. En wel gestaakt. Je zag dat er wel filevorming was, maar het rolde wel door. Nou ja, op zich mag je van mij dan zo protesteren. Zeker omdat je ja, opkomt voor je boerenvak. Ook hier wordt er waarschijnlijk van alles bekritiseerd en doen stikstof en noem het maar op. Maar eigenlijk het vrachtverkeer, alles liep gewoon door. Politiebegeleiding voorop, zwaailampjes uit en ja, het ging hartstikke goed. Nou ja, Jolanda heeft die film even gemaakt, want ik was aan het rijden. Want ja, bij Luik zou ze het overnemen. Tuurlijk. Maar goed, ik zeg, in het weekend rij jij maar hoor, want ik rij genoeg, ik heb er geen zin meer in. En dat, ik heb genoeg gereden. Maar goed, wat een verkeer komt hier even onder langs, hè, mensen. Ondanks de mist die we hebben, want we hebben opeens heel veel mist. Dat, ja, een beetje miseregen, dus ik ga weer lekker naar binnen, mensen. We gaan jullie weer meenemen straks. Dat, alweer, nog steeds. Dat, bij de baas zit hier. Dag baas. Hallo. Die zit lekker droog. Lief sneeuw. Oh, ik weet niet wat ik erger vind, sneeuw of regen. Sneeuw kan verraderlijk glad worden. Ik wil net zeggen, dit zijn allemaal van die bochtjes. Nou, we zitten in Malmedy. Zie je dat? Ja. Oh. Het ziet er ook mooi uit hier. Ja. Dit is wel mooi, hè? Koppelweg, hè? Ja. Over 400 meter, neem op de rotonde de eerste afslag naar Dorpstrasse, de N659. Dorpstrasse. Dorpstrasse? Ik zit toch niet in Duitsland. Oh, dat lijkt wel een beetje. Zo, we zijn uitgestapt. Je ziet hier gewoon het water stromen. Ja, ik weet niet of ik het op de film kan zetten, mensen. Maar... Het is een beetje lastig te zien, maar... Ja, we zijn even gestopt. Ja, je ziet hier even van die berg aflopen. Zo naar beneden. Dat is logisch natuurlijk, water valt naar beneden. Maar we moeten toch eens kijken, mensen. Mooi uitzicht, hè? Ja, hier kan ik uren van genieten, hoor. Nou, ik ook. Ja. Ik zou hier een camperplek beginnen, daar.
Nou, ik kan me wel voorstellen, en we hebben dat wel eens meer verteld, hè, dat mensen die hier vandaan komen, die zeggen, ja, boeien. Dus, ik kan me voorstellen. Dat ze, komt er een auto, hè? Nee, dat is onze auto. Dat ben ik zelf. Ja, we staan de motor ja, lekker aan. Lekker slim. Blijft je lekker warm? Ja, dan komt er een medicatie. Dan ga je dingen zien. Met, dan ga je hallucineren, ja. Maar het is wel, hier kunnen wij echt van genieten, van dit soort omgevingen, mensen. Het is toch prachtig, dit. Ja, je mist alleen de houtkacheltjes er ook nog, hè, van de huisjes. Die mis ik niet, hoor, houtkachel. Helaas weer eens regen, mensen. Ja, goed, een paraplu mee, dus komt helemaal goed. Maar we zijn dus gearriveerd in Vielsalm. Les Ardennes heet het hier, geloof ik. Ja. Dus. Heel wat. We hebben zelfs een keer IJssel gehad hier ook, hè? Ja, zo, moesten we maandag zo trekken en toen lag alles was hier spek en spek glad. En toen mocht iedereen wat later vertrekken, want je kwam gewoon die helling niet meer op en eraf. Ja, Misschien de helling eraf ging nog wel met die gladheid. Ja. Maar of je nou geheel schadeloos. Nee, dat ging niet. Nou, we gaan even naar beneden. Gezellig, hè? Je voelt wel die warmte. Is het winkel, hoe noem je dat ook alweer, de Doom, toch? De Doom. Nou, Doom. Dat is het algemene ruimte, noem je dat daar al, gebied. Nou, het is niet zoals bij Hutteugd, hè. Het is wel kleiner. Het is wel kleiner, heel veel plateaus, omdat je hier op een helling zit. Want als je daar in de verte kijkt, dan zie je Vielsalm zelf liggen. En de kerk, dus wij kijken eigenlijk net op de kerktoren. Zo hoog zitten wij. Het begint wel te waaien opeens weer heel hard hier al. Dat kan je de bomen wel zien. Maar goed, Jolanda is ook mee, maar dat wisten jullie al. Nou, het is klein, het is echt 2 persoons, maar ja, ik vind het prima. Onze camper is kleiner. Ze hebben nou zo'n nephaartje geplaatst. Vorig jaar mochten we geen blokken, hè? Nee, toen was hij wel open, maar mochten we niet. Ja, het was niet open. Zonnetje, in de zon. Vitamine C. Ja. Nee, hij is lekker, jongens. Dat, nou ja, het is niet groot, het is echt ook etappes. Etappes, wat zeg je nou? Etages. Ik ben heel raar te lullen. Toch die drank, hè? Ecoflow weer mee, want in dat hele huisje hebben ze 1, 2, 3 stopcontacten. En ja, we zitten hier toch op de bank en ja, iedereen heeft tegenwoordig een nodige sociaal media apparatuur mee. Dus het moet toch opgeladen worden. Dus ik zeg, joh, ik doe straks de stekker erin en heb ik gewoon 220 en USB aansluiting op de Ecoflow staan. Dan kan ik alles gewoon pakken en heb ik gewoon meerdere stopcontacten. En dat komt omdat de meeste stopcontacten, ze doen niet alles elektrisch verwarmen. Dus ja, de meeste stopcontacten zitten aangekoppeld op de kamerthermostaat. Nou, gaan we even een trappetje omhoog. Nou, het toilet zit hier. Nou, dat weet iedereen wel hoe het eruit ziet. Zo. Let niet op de rommel, maar ja. Onze badkamer. Ja, wij snappen nooit waarom hier geen lichtbad ingegaan is. Zo'n grote balzaal. Dat, maar goed, voor Centerparks begrippen. En er is er eentje ongelooflijk met luchtverfrisser rondgegaan.
Nou, en dan de master bedroom. Nou, hier kan je prima vertoeven hoor. Wij hebben eigenlijk altijd het raam open en als het dan vriest, jongen, het is heerlijk. Nou, hier heb je ook twee stopcontacten. Nou, het is voor ons goed genoeg. Achter de boekenkast zit de 80 liter boiler. Nou ja, die hebben ze ook nodig. Dat is allemaal, net ik zeg, elektrisch warm water hier dan. Of elektrisch warm water noem je dat, zo'n elektrisch verwarmde boiler. Nou, de achterkant. En dit is de achterkant. Nou, het ziet er toch hartstikke keurig uit. Ja, het is natuurlijk een beetje, het is januari jongens, of ja, januari nog. Het is blubberig, een hoop regen hier gevallen, maar ja, wij zijn, wij redden ons prima hier met z'n tweeën. Nou, zullen we even de auto op de parkeerplaats gaan zetten. Dat willen ze hier graag, dus krijgen we een tweede rode kaart. En als je het eenmaal gewend bent, de trappen lopen, dan is er niks aan de hand. Ja. Meestal is dat maandagochtend als je naar huis gaat, dan raak je eraan gewend. Ja, dan zijn we zo flexibel in de beentjes. Ja. Dan gaan we hier rennend op en af. Nou. En dan zijn we weer bij onze scheurijzer. Hey hoor. Dan gaan we even een stukje rondrijden. Even kijken of we het een beetje kunnen laten zien. Ja, je kan het niet zien hoe stijl het is, hè? Nee, dat is erg jammer. Maar misschien dat ik je aan de motor verloor. Even die auto voor laten gaan. Nou, ze hebben, dat is wel hier nadeel. Ze hebben maar een paar laadpalen. Ja, dat is al meer dan een paar jaar terug, maar ze hebben er maar drie. Ja, dat is ook niet veel, nee, hè? Nee, ze met vier... Ja, er zijn 6 aansluitingen, maar ja, als je de hele weekend iemand laat staan, dan kan jij niet laden. Dan kan jij niet laden, inderdaad. Nee. Zo. Dan moet je nog een pad naast je. Oh, dat heb ik ook niet. Nee. Je zit aan de verkeerde kant, denk ik. Denk ik ook. Dus even van het padje af. Ja. Nou, het is 3 uur natuurlijk bijna. Ja, iedereen mag zijn huis in. Ja. Wij hadden natuurlijk weer een early incheck. Early incheck van je om 1 uur. Je kan hier misschien wel een beetje zien hoe stijl het is. Ja. Een beetje recht houden. Maar hadden we hier toen dat huisje ergens? Ja, volgens mij ook hier rechts ergens, dacht ik. Het was in coronatijd. Ik kan er wel het nummer op zoeken. Nee, maar voor mij is het hierachter was het ergens. Ja. En toen was dat hoekje, maakte een ongelofelijke kleren. Dat klopt inderdaad. En die hebben ze later een waarschuwing gegeven. Dat die, ja, hier staat ergens. Ja. Ja, dan moet je hier. Dit mag, dit, denk je nou, dit zijn parkeerplaatsen mensen. Nou vergeet het maar. Het is alleen van het laden lossen. Meer mag je niet. Dus je mag daar niet laten staan. Dus dan moet je weer omhoog. Ondertussen zijn we nog steeds aan het klimmen. Nou. Ik vind het ook raar, want het is een prachtig mooie parkeerplaats. Maar goed. Gaan we nu, die kant moest links moesten we zeker, hè? Of rechts? Links, nee, we moesten links, dat weet ik nog. En dan moet je dit klugje. En dan moet je daar helemaal parkeren. Helemaal parkeren. En dat is niet erg, als je conditie genoeg hebt, maar die heb ik niet. Dat heb ik ook niet. Kijk, hier was dat volgens mij, toch? Ja, hier had je zone 1 en 3, of dit is het parking 2, parkingplaats 2 was dit. Ja, hier moesten we parkeren. Je moet er parkeren op de parkeerplaats 2, hè? Nou, dat is een beetje... Zo. Nou, dan moet je denken, als hier al eenmaal hout gestookt wordt. Het, ik hoorde laatst Engel en Mago, die gaf me gewoon een opmerking over de was met de rook van een ander. Ze heeft gewoon een punt. Dat geeft gewoon overlast, die rook. Het, ik zou het niet prettig vinden als mijn was goed buiten hangt en het staat vol met rook. Nou, dit is wel bijgebouwd, zie ik. Maar zo'n grootte lijkt wel, hè? Ja, of het leek me zo, hoor. Nou, we zijn een tijdje niet meer geweest. Nou, ik kan jullie niet echt het uitzicht laten zien. Dat, nou, mocht er nog wat stuk gaan tijdens verblijf Kelder naar de Hubo. We hebben al een keer Peter Rode gehaald voor Koenter.
Die was toen spot goedkoop hier dan. Dus die. Misschien hebben we er morgen nog even heen gaan. Of hebben ze hier geen vogelspul? Vogelspul? Oh, nou dan gaan we gelijk even kijken. Ik denk dat het goedkoper is. Ja. Voor vogelzaadjes. Ja, dat is een goed idee. Gaan we even kijken. Nou mensen, ze heeft hem hoor. Het vogelhuisje. Het vogelhuisje. En voer. Zo, we zijn weer in het huisje. Ja, we zijn even wezen kijken voor die klim. Nou, dat is prima te doen. Stapje voor stapje, rustig aan. En niet zwaar bepakt. Nee, niet zwaar bepakt. Dat Jolanda zegt, oh, 5 kilo vogelvoer. Ja, ik zeg, ik moet het ook meebrengen. Ik zeg, komt wel goed. Dat, ik heb mij eigenlijk ook nog mee te nemen. Met, nou, nee, maar goed. Ging gewoon goed prima, dat, maar het is gewoon warm in huis hier. Ah, het is hier gewoon 21 graden in dat kamertje. De kachel staat ineens aan, dus het is wel lekker. Maar ja, ik denk dat we het hier maar eens moeten bij laten, ja. Voor deze dag. Voor vandaag. We zijn om 5 uur uit bed, 6 uur in de auto ongeveer. En dan vind ik het wel mooi geweest, we gaan aan de koffie. En we gaan eens even lekker de beentjes omhoog en ik denk dat het nog wel een tukje wordt, denk ik. Nou, misschien wel, misschien ja. Wel, in het zonnetje. Ja, aan ja, de ene kant, ik aan de andere kant. Ja, dus we gaan even vogelvoer ophangen, dat vinden we leuk. Van die, de passie van de roodbosjes en vinkjes en zo, dus dat vinden we leuk. Dus helemaal leuk dat jullie er even waren. En wij hopen jullie morgen weer te zien. Dan gaan we ook even een rondje rijden, dus dan denk ik dat jullie even meer zien. Even de omgeving. Ik hoop dat ik de drone nog even in de lucht kan gooien, maar dat waait even te hard. De drone-radar gaf al aan dat het windkracht 9 bovenin was. Nou, dan ga ik hem niet omhoog gooien. Dat windkracht 5 wil ik het nog wel doen, maar met al die bomen hier ga ik het niet doen. Hey, leuk dat jullie waren. Duimpjes worden gewaardeerd. Abonneren mag, hoeft niet, kost niks. Dus ja, voor ons de bereikbaarheid is dat wel beter. Dan kunnen ze ons wat makkelijker vinden, maar het is aan jullie. Dus maar leuk dat jullie er waren, mensen. En tot morgen. Tot morgen. Doei. Doei.